ben Dave Bussink. Ik kom zelf uit Rokanje, maar we zijn nu in Spijkenisse. We zijn bij wijkcentrum Maaswijk, om precies te zijn, op 2 april 2017. Op deze 2e van april hebben wij een Martial Arts Day. Voor de 5e keer alweer op rij. Dus we hebben een 5-jarig jubileum vandaag. Op allerlei verschillende stijlen van Oosterse vechtkunst en allerlei andere graduaties hier komen om andere mensen wat te laten zien, om elkaar wat te laten zien. Dus er zijn allerlei verschillende scholen aanwezig. We hebben zelfs een demo-team helemaal uit Groningen. En zo hebben we stijlen als Krav Maga, verschillende stijlen van Kempo, waar ik zelf ook toe behoor. En allerlei andere zelfverdedigingsvormen hebben we hier bij elkaar uitgenodigd om... om er echt een vechtsport of een verdedigingssportdag van te maken. Aan de rechterkant van de zaal. Ja? Dan mogen u nu naar binnen. Dank u wel. Kempo Spijkenisse, officieel is het Kempo Tano Spijkenisse. Onze vereniging komt oorspronkelijk uit Zoetermeer. En wij nu alweer 7 jaar geleden waren wij een dependance uit Zoetermeer. Dat hebben we toen van Sifu John Tan hebben we dat overgenomen. En eigenlijk is onze vereniging hier al meer dan 10 jaar actief. Dus ook namens John Tan heet ik jullie van harte welkom op deze Martial Arts Day Spijkenisse 2017. Speciaal voor ons 5-jarig jubileum, zal ik het maar even zeggen, hebben we een demo-team uitgenodigd die, wat ik begrepen heb, opereert vanuit Groningen. Die gaan jullie allereerst even vermaken, dus ik wil jullie vragen om zoveel mogelijk aan die kant te blijven, zodat zij dat straks kunnen doen. Beste mensen, komt u niet van deze kant, dan heeft u het beeld van de draak. We gaan met de draken dan. Thank you.
even plaats te nemen hier. En dan gaan wij straks. Maak even net de rijtjes gezicht deze kant op. Stukje mogen jullie eerst even gaan doen. Nog één keer. Elleboog erin. Van buiten. Ja, dan komt die andere. Nou, meekijken. Heb ze hem daar even. Ja. Dus ik zal het voor links. Elleboog is de eerste geef. En dan de andere. Het is hetzelfde. Dan schep je hem weer. Ja, je kan hem hier pakken en dan gaat hij meteen eronder uit. Ja? Maar op het moment dat hij stoot en je komt in, dan kan je alles doen. Waar komt het uit? Dus, voor kinderen, hij stoot en je stapt naar voren. Meer hoef je niet te doen. Als de stoot komt, dan stap je naar voren. Dan ben je meteen hier. Zo ziet. Ja? Hier heb ik meteen gestaan. Dan zie je, geef slag. Op dat moment ben ik naar het kruis. Ja. Ja? Duwt er naar beneden en slag. Ja, dus even van de andere kant. Hierop. Sla opzij, pak hem over. Indraaien, duwt gewoon met je arm. Hey, joh, niet precies met je hand of een bepaald deel, die doet gewoon met je arm achter de elleboog. Ja? Probeer. Even samen met z'n tweeën. Heel lang stoot. Ja? Doe je hier op de grond. Oké. Okay. Doe eens op. Hier. Stop. Hier aan. Ja, pas. Stop. Zo, en dan in. Ja, dat is echt. Waarom doe je dat zo? Als je het vertelt, dan heb je een probleem. Ik stoot en raak mij. Dat is een probleem. Ja, en om. En om. Ja, dat is het. Ja, dat is het. En dan ben je fijn. Ja, dat is het.